Aan het dak van de wereld staan. Het is de meest extreme uitdaging. Het meest ultieme dat je kunt bereiken als je van bergbeklimmen houdt. Tenminste voor sommige mensen. Voor mijn goede vriendin Daphne de Jong bijvoorbeeld. Dit is Daphne, Daphne de Jong. Dit is het verhaal over de jongste Nederlandse vrouw die Mount Everest ooit beklom. En daar vocht voor haar leven in de zone des doods. Maar dit is ook het verhaal over Daphne de Jong die meer is dan een bergbeklimmer. Een vrouw die er alles aan doet om altijd weer een nieuwe top te bereiken. Op elk vlak. Die pas 29 jaar is en een cv heeft van iemand die met pensioen gaat. Ja, het was zo fantastisch, Aline. Ik denk dat het tegelijkertijd het slechtste en het beste moment van mijn leven was. Ja? Ze bezweken op weg naar de top. De 29-jarige Daphne de Jong slaagde er wel in die top te bereiken. Ze maakte deel uit van die file van klimmers. Op een foto die vorige week de hele wereld overging. Ja, vorige week stond je daar. Ja, 4 dagen geleden. Ja. Is het een mannenwereld dat jij pas de derde Nederlandse vrouw bent die zo'n top bereikt? Absoluut. Mijn team bestond ook voornamelijk uit mannen. Voornamelijk mannen in de, ja, na de 50. Ja. helaas. Ja, hoe komt dat, denk je? Verschillende redenen. Ik denk een van de grootste redenen is toch al financieel. Het is lastig voor vrouwen in positie te komen om genoeg te verdienen om hier aan mee te kunnen doen. Want, plus wat om moet je daar verdienen? Tijd voor te maken. Wat kost het? inclusief gear, verzekering, alles ongeveer 100.000. Tijd om dat Mount Everest-meisje dat volgens shownieuws gesloopt werd op Twitter beter te leren kennen. Daphne besloot na het beklimmen van de Kilimanjaro in 2016 om Mount Everest te gaan beklimmen. Ze stelde een lijst samen met dingen die ze moest gaan doen om dat te bereiken. 3 jaar lang beklom ze andere bergen, rende ze marathons, triathlons, ze was dedicated. En zo is ze eigenlijk in alles. Daphne en ik hoekieden in hetzelfde team bij de Reigers in Hoofddorp. We reisden samen door Amerika en waren huisgenoten in Haarlem. Een aantal jaren geleden vertrok Daphne naar het buitenland om haar dromen na te jagen. Ze werkte als Research Associate voor NASA. Daarna leidde ze bij Amazon een innovatief project waarbij ze een bezorgservice met drones ontwikkelde. Ze mag over het algemeen best wel coole mensen interviewen, zoals deze astronaut. How do you prepare for the fact that something can go wrong? The best way to deal. Klein beetje jaloers. En nu werkt ze bij Google, waar ze zelfrijdende auto's op de straten willen krijgen. Ook zet ze zich in bij de Verenigde Naties voor gelijke rechten en behandeling voor vrouwen in het bedrijfsleven. Equal access to opportunity. Dus dat iedereen dezelfde kansen krijgt. Ik hoef niet per se een tuinbroek aan en dat soort dingen. Dat hoeft van mij niet heel erg. Maar ik denk wel dat wij vrouwen vaker voor elkaar op kunnen komen. En had ik al gezegd dat Daphne ook piloot is? Het beklimmen van Everest is zeker niet zonder gevaar. Everest is dodelijk. Ieder jaar sterven er tijdens Summit Day veel mensen. Wat beweegt iemand om dit te gaan doen? Ik denk dat het ook heel menselijk is om te kijken hoe ver je jezelf kan pushen. Ik vind dat heel fijn om te weten wat je limitations zijn. En op zo'n expeditie moet je op hele kleine dingen gaan letten. En daar verander je gedachten gewoon heel erg door. Dat is heel speciaal. Op Everest, hoe ik dat ga ervaren, want daar ben je toch wel 2,5 maand. En zo lang ben ik nooit op expeditie geweest, dus dat is heel spannend. Zo'n berg op, het voelt echt een beetje als een overwinning. En echt een soort van één band met het landschap. Ja, het klinkt heel saai, maar het is ook wel heel mooi. En het is echt wel heel gaaf om dan dingen zo van de top te bekijken. Het voelt heel anders aan. Daphne vraagt mij om haar contactpersoon te zijn in noodgevallen.
Hoewel het me best wel heftig lijkt, wil ik dat natuurlijk graag zijn. We spreken een protocol af. Als Daphne mij belt omdat ze niet verder kan en verwacht dat ze het niet haalt, moet ik rustig blijven. We besluiten allebei dat dit gewoon niet gaat gebeuren. En toen vertrok ze op 21 maart naar het Himalaya-gebergte in Nepal. De eerste stap is Basecamp, waar Daphne 2 maanden zal verblijven om zich voor te bereiden op de klim naar de top. Hallo, ik loop nu rond in Basecamp. Best wel een mooie dag eigenlijk. Hier rechts zie je een soort van ijspegels. Die beginnen voordat je de ijsval hebt, die kun je daar bovenop zien. Ja, die vlaggen die zitten vast aan die stenen. Dat is een puja monument. Dus elke keer als er een nieuw klimteam komt, dan wordt er een ceremonie gehouden. Dan gaan ze zingen en er komt een lama vanuit het dichtstbijzijnde dorp. Op Mount Everest zijn 4 verschillende kampen op 4 verschillende hoogten. Daphne doet met haar team meerdere trainingen en er zijn 4 zogeheten rotaties. Dan wordt er een paar dagen geklommen, wordt er overnacht in een hoger gebied en komen ze terug naar Basecamp. Dit doen ze om te wennen aan de condities op de berg, hoogteziekte te voorkomen en weer te kunnen herstellen. Hallo. Oké, dus ik zit in mijn tent. Hier besteden wij het meeste van onze tijd. Bosse rustdagen, helaas. Ik vind het lastig, ik word daar een beetje claustrofobisch van. Ik heb het heel goed geordend, kijk maar. Warme dingen, vond ik wel een categorie. Handschoenen. Het is een koud jaar, kouder dan andere jaren. Er is veel sneeuw gevallen. De nachten zijn pittig met het geluid van lawines en krakend ijs. Daphne's trainingen verlopen soepel. Ze is in topvorm. Voor het thuisfront is het wachten. Wachten tot er weer een bericht komt van Daphne. En geen bericht is goed bericht. Hey Lina! Hallo, hoe is het? Nou, doe even verslag van de afgelopen dagen. Nou, er komen 2 gaan door de ijsval, waarbij je blokken ijs hebt die los van elkaar zitten. En als de zon opkomt, dan kan het zijn dat die blokken naar beneden vallen. Dus die wil je zo snel mogelijk doorheen. Dus dan ga je heel vroeg 's ochtends weg. En dan zorg je dat je voordat de zon opkomt, dat je er doorheen bent. Dat duurt nog voor 6 uur. En vanaf daar ga je naar kamp 1. En dan stop je even en dan ga je door naar kamp 2. En dat was dus onze afgelopen rotatie. En ja, het was best wel heftig. Maar dan kijk je naar beneden terwijl je erop staat. Ja. En het gaat echt heel diep. Dan denk je echt, ja, ik moet het nu goed doen. En dat is wel de continue spanning als je door die ijsval heen gaat. Je hoort het ijs kraken. Je voelt het bewegen onder je. Dan voel je wel echt die spanning dat er iets mis kan gaan. En we zagen lawines, die zie je hier continu. Maar terwijl je daar bent, is dat echt wel het laatste wat je wil zien. En we hoorden ook toen we terug waren dat die ijswand die we hadden beklommen, naar beneden was gevallen. Anyway, voor de rest gaat het goed. De tijd vliegt voorbij. Al ervaart Daphne dat zelf heel anders. Ze vertelt dat de rustdagen mentaal heel zwaar zijn. Hallo, daar was ik weer. Another day in paradise. Nog een rustdag. Meerdere teamleden zijn al gestopt. De een had bevriezingsverschijnselen bij zijn hand. Een ander kreeg een hartaanval op de berg. En weer een ander verliet het kamp omdat het mentaal te zwaar werd. Vanmorgen hebben we geholpen met het fixen van de helikopterplatform. Dat was een soort van goede bezigheidstherapie. Daar was ik wel blij mee dat dat een optie was. Om de top te kunnen bereiken zijn ze afhankelijk van het weer. Ze wachten tot het weer omslaat en de wind gaat liggen. Dan is het tijd voor de top. Op 17 mei is het zover en vertrekt Daphne met haar team naar de top. Opnieuw is het wachten. Na 6 dagen krijg ik bericht. Een opluchting voor het thuisfront. Op haar blog is een heftig verhaal te lezen waar je kippenvel van krijgt. Het blijkt dat Daphne zelfs met de telefoon in haar hand zat om mij te bellen om te vertellen dat ze het niet zou overleven. Het telefoontje waarvan we hadden besloten dat hij natuurlijk nooit zou komen. Daphne is nog niet in staat om te praten. Fysiek is ze helemaal gesloopt. Ik spreek Daphne als ze weer veilig en wel in Kathmandu is.
Ja, ik ben heel, heel kortademig, dus ik kan niet heel praten, zoals je hoort. Maar het gaat beter. Ja. Maar Daf, wow, je hebt het gewoon gedaan. Wat lief. Ja, het was zo fantastisch, Eline. Ik denk dat het tegelijkertijd het slechtste en het beste moment van mijn leven was. Ja? Snap je wat ik bedoel? Ja. Dus we hebben echt de slechtste en de beste dagen van mijn leven gehad, zeg maar. En het voelde echt, ja, alsof je inderdaad op de top van de wereld staat en wat ook zo is. Maar je realiseert het je heel erg als je daar bent. En het is heel apart. Het was wel echt heftig, hè? Het was heel heftig. Ik moet eerlijk zeggen, ik heb echt wel heel veel angst uitgestaan. Maar als ik erover nadenk, word ik best wel emotioneel. En het is heel lastig om uit te leggen. Want ik dacht echt dat het was, zeg maar. Haar avontuur is nu voorbij. Het thuisfront waaronder ik kan niet wachten om haar weer te zien. Daphne vliegt terug naar Nederland, waar ze de komende dagen zal herstellen en kan bijkomen bij vrienden en familie. Het wordt een emotioneel ontvangst op Schiphol. Ik heb er geen woorden voor. Ik sta helemaal te trillen. Ik heb er kippenvel van. Ik vind het een soort van film. Ik heb wel films gezien hierover en hoe ze het beschrijft ook. Ik kan het bijna niet geloven. Dus ja, ik kan niet vertellen hoe trots ik ben. Het is onwerkelijk knap, vind ik het. Je zou denken dat je nu een week lang in je bed wil liggen. Maar dan ken je Daphne nog niet. Ik probeer haar aan te geven dat de interviews geen haast hebben. Maar ze geeft aan overal voor open te staan. We spreken af op het strand, op de plek waar we veel tijd samen hebben doorgebracht. En dan vertelt ze haar verhaal. Voor mij was het gewoon een soort van goal. Toen ik me heel goed voelde na mijn laatste rotatie. Ik dacht, ik ben er echt gewoon klaar voor. Op dat moment was ik gewoon ontzettend vol energie en ik dacht, ik ga ervoor. En ik had ook echt niet verwacht dat er iets zou gebeuren op dat moment. Naar boven gaan ging allemaal prima. We gingen vanuit basiskamp naar kamp 2, kamp 2 naar kamp 3. Kamp 4. En kamp 4 zit op 7,9 kilometer. Dus dan kom je boven in de death zone, heet dat. Dus elke minuut die je daar spendeert, zeg maar, theoretisch zou het slechter met je lichaam moeten gaan. Dus je wil zo snel mogelijk bij uit die hoogte vandaan komen. En wat er nou gebeurde is, ik bereikte de top. Ik voelde me prima. Ik genoot van het uitzicht. Ik vond het echt allemaal fantastisch. Ik dacht, dit is het. En opeens, op de terugweg, stonden we ook vast in de rij. En toen werd ik gewoon opeens best wel ziek. Ik kreeg hoofdpijn. Ik moest vloeistof hoesten, heel vies verhaal. Ik kreeg last van frostbite. En daarnaast gebeurden ook allemaal kleine dingen die het gewoon heel lastig maakten. Mijn radio werkte niet meer. Zuurstofmasker begon te haperen. We hadden niet genoeg zuurstof. Ik kon echt nauwelijks meer lopen. Het was echt een slechte samenloop van omstandigheden. En dat was gewoon echt heel erg eng. De bevriezingsverschijnselen en symptomen van hoogteziekte die kunnen ontstaan op deze enorme hoogte, maken dat Daphne enorm verzwakt. Op de smalle zogeheten Hillary Step staat Daphne vervolgens een uur lang te wachten, in die zone des doods. Tot ze haar voeten niet meer voelt en niet meer op kan staan. Je moet je voorstellen dat je gewoon ontzettend ziek bent en je staat op de top. En je ziet een rij mensen voor je, waarvan je weet dat je er niet langs kan. Mensen worden ook vrij agressief op die hoogte. Ze zijn zichzelf niet. Ze zeggen dingen die ze nooit zouden zeggen op zeeniveau. Het is een heel soort van gewelddadige scène. Zo moet je het je voorstellen. En dat is best wel beangstigend, omdat je weet dat je daar nog langs moet. En zo snel mogelijk. En toen ben ik gevallen achterop op het ijs. Ik kon niet meer opstaan. Toen moest de Sherpa met wie ik klom, moest naar de andere kant van de summit om een extra fles zuurstof te halen. Dus die moest me daar achterlaten. Ik was gewoon letterlijk bang dat hij niet terug zou komen ook. Ja, goed. En toen probeerde ik het satelliettelefoon te maken naar jou. En zeggen, hey, Eline, ik denk niet dat het hem gaat worden. En dat lukte niet. Dat was ook weer heel bizar. Toen kwam de Sherpa terug met de zuurstof. Ze deed het masker niet. Dus het was gewoon echt alles achter elkaar wat mij deed. Ja, overtuigde dat het niet zou lukken. Ik vond hem gewoon zo ziek. En hij zei ook, oké, this is how people die on Everest. Dus het was gewoon echt een combinatie van factoren. Dat voelde gewoon heel naar. Plus,
onderweg naar boven, nou, zagen een paar mensen die afgevoerd werden. Je loopt langs mensen die zijn overleden. Het is gewoon echt heel heftig. En daar denk je dan gewoon heel erg over na. Dat voelt niet comfortabel. Nee, absoluut niet. Toen dacht ik echt, dit is het, ja. Een bizar verhaal, maar toch zit ze hier naast me. Hoe heeft ze zichzelf in die omstandigheden toch naar beneden gekregen? Toen hebben wij elkaar ons zuurstofmasker met elkaar verwisseld af en toe. En op een gegeven moment is de zon opgekomen, hebben we het kunnen fixen. Want wat er gaande was, is dat de klep was bevroren. De klep waar de zuurstof in en uit komt, zeg maar. Op de weg naar beneden was ik ontzettend duizelig. Ik ben een paar keer uitgegleden op stukken waar ik echt niet had willen of kunnen uitglijden. Waarvan ik ook dacht, dit kan het einde zijn. Bijvoorbeeld dat je echt aan een touw hangt met je hele gewicht. En dat het gewoon net soort van overeind kan komen. Dat was heel, heel eng. En op een gegeven moment waren we beneden bij een gedeelte dat heet de balcony. Ik kon niet meer lopen. Echt niet. Ik kon net opstaan. Zuurstof stond op de max stand. En elke keer als ik opstond, viel ik weer op mijn knieën. Het was heel naar. Ik was compleet uitgeput. En ik kon gewoon echt niet lopen. Dus wat ik toen heb gedaan, op een gegeven moment, is letterlijk mezelf vastgemaakt aan touw. En een soort systeem bedacht om mezelf naar beneden te laten glijden bijna. Wat heel gevaarlijk is, over het ijs. Voor grote stukken. Dat was mijn enige manier om naar beneden te komen. Ik was echt wanhopig om naar beneden te komen. Door een mentaal proces is het alsnog gelukt. En gewoon echt letterlijk mezelf 100 keer verteld. Je moet naar beneden. Hou je focus erbij. Want ik had elke keer het gevoel alsof ik in slaap viel, letterlijk. Alsof ik gewoon letterlijk een soort van wazig werd en het niet meer was. Net voor haar tent bij kamp 4 stort ze in. Dan is ze nog niet op een veilige hoogte. Maar kan ze wel uitrusten en aan de zuurstof. Maar dan hoor ik verhalen van mensen van, als je naar kamp 4 gaat en het gaat niet zo goed met je en je valt in slaap, dan word je misschien niet meer wakker. Dat vond ik ontzettend eng, dus ik heb heel hard geprobeerd om niet in slaap te vallen. En de volgende dag meteen door naar een lager kamp met spaghetti benen en gewoon echt heel voorzichtig, stap voor stap, met een hele zware tas. Ja, dat was gewoon lastig. Als Daphne lager komt, gaat ze zich steeds beter voelen, omdat er ook meer zuurstof in de lucht is. Toen ik aankwam bij Basecamp, was ik heel erg opgelucht, want ik wist dat als er iets zou gebeuren, zou een helikopter mij naar het ziekenhuis kunnen brengen. Daphne is veilig. Ze besluit zo snel mogelijk naar Nederland te gaan, waar ze medisch helemaal gecheckt kan worden. De drukte op de top van de Mount Everest wordt die week volop besproken in het nieuws, nadat deze foto viraal gaat. Vanwege het weer waren er maar 3 goede dagen om de top te bereiken, waardoor er veel mensen tegelijkertijd naar de top wilden. Daarnaast waren er ook meer vergunningen afgegeven dan andere jaren. Het is een combinatie tussen aantal vergunningen en het weer. Want dit jaar was het kouder dan andere jaren, dus de summit window was een stuk korter. Je moet je voorstellen, het is een soort van hele harde jetstream die het hele jaar op de berg zit. En dan 1 keer per jaar draait die om. En dat gebeurde en wanneer die omdraait, kun je naar de top. Dit jaar duurde dat proces een stuk langer en er waren minder dagen om naar de top te gaan, waardoor er ook meer drukte ontstond. Dus eigenlijk zou je een soort van flexibel systeem moeten hebben wat toelaat dat het weer verandert. In plaats van zoveel mensen gaan naar de top en binnen 3 dagen moet het allemaal gebeuren. Dus het is een beetje een samenhang tussen aantal vergunningen, maar ook zeker het weer, wat anders was dan andere jaren. Daphne vindt dat het beleid moet worden aangescherpt. Dat je kunt zien hoeveel mensen per dag naar de top zouden kunnen, bijvoorbeeld. Dat zou je kunnen doen, daar zou je naar kunnen kijken. Of een soort loterij of zo, dat je dat last minute nog zou kunnen veranderen. Want als je een jaar van tevoren vaststelt zoveel mensen kunnen naar de top, en dan heb je maar 3 goede dagen uiteindelijk, dat is heel lastig om daarmee om te gaan. Terwijl normaal gesproken heb je 10 goede dagen. Dat is een ontzettend groot verschil. En als we dit jaar 10 goede dagen hadden gehad, denk ik dat er minder doden waren gevallen. Zo'n loting zou volgens haar kunnen worden ingezet als er vanwege veranderingen in het weer het aantal goede dagen aanzienlijk is gedaald. Ook zouden er strengere regels moeten zijn in de voorbereiding van teams. Zo waren niet alle teams zo goed voorbereid als Daphne en haar teamleden, wat leidde tot opstoppingen. In Nederland blijkt, wonder boven wonder, dat ze er eigenlijk niet zoveel aan over heeft gehouden, behalve een vervelend hoesje en gebroken tenen. Hoewel ze fysiek oké is,
is ze mentaal nog van slag. Want hoe goed je je ook voorbereidt op alle gevaren en toestanden daar op de top, het ervaren is iets heel anders. Ik denk dat ik niet had verwacht dat het zoveel met me zou doen, nee. Wat je weet van tevoren, het is Everest, daar kunnen mensen overlijden. En zeker Summit Day, elk jaar overlijden er vrij veel mensen. Maar ik had niet verwacht dat ik het echt zou zien voor mijn neus. Dat ik echt mensen zou zien overlijden. En dat ik zelf het gevoel zou hebben dat ik zou overlijden. Dat had ik nooit verwacht, echt niet. Nee. Wat is het heftigste waar je nu op terugkijkt? Nog de overleden mensen onderweg. Waar mensen gewoon zo voorbij lopen. Ik vond het zo bizar. En dan zie je hier dus dat iedereen er gewoon een soort van voorbij loopt. Het is gewoon echt heel bizar. En niemand let erop, niemand kijkt er. Er ligt hier gewoon nog bloed in de sneeuw. Ja. Het is gewoon echt heel bizar. Hetzelfde voor deze man. En dan loop je hier, hè. Was je op het punt ook om op te geven, eigenlijk? Ja. Ja, het is heel raar. Dus die Sherpa was een nieuwe zuurstoffles aan het halen. En ik pakte de satelliettelefoon om jou te bellen, zoals we hadden afgesproken van tevoren. En ik wilde zeggen van, hey, sorry. ik weet niet of dit gaat worden. Ik voel me niet goed. Dat soort dingen. En gewoon echt een soort van, gedag zeggen. Daar had ik echt opeens heel erg behoefte aan. Want ik dacht echt, dit is het. En toen zei de telefoon letterlijk, obstructed line of sight object. Terwijl ik op de top van de wereld zat, gaf de telefoon aan dat er objecten in de weg zaten. Dus het was heel bizar. En toen werd ik gewoon soort van kwaad op die telefoon. En heel raar. Ik denk dat dat gewoon letterlijk nieuwe energie heeft gegeven om door te gaan. Yeah. Ja, want inderdaad, wat als je me wel te pakken had gekregen? Ja, dan, ik denk echt dat ik fysiek soort van aan het opgeven was. Het is heel raar, weet je wat ik me heel erg besef? Ja, het klinkt heel cliché en het klinkt ook echt heel stom, maar hoe belangrijk het is wat voor mensen je om je heen hebt en hoe belangrijk het is hoeveel liefde je geeft en ontvangt van andere mensen. En ik denk dat dat iets is wat veel duidelijk voor mij is geworden. Ook zeker omdat ik daar zoveel steun heb ontvangen van mensen, maar ook omdat ik toen ik echt dacht dat het zou te komen overlijden, dacht ik alleen maar aan andere mensen. Oh ja. Ja, het is heel raar. Ik dacht alleen maar, goh, ik ga iedereen heel erg missen en wat zonde of zo. Heeft iemand ooit zo zijn verhaal gedaan? Had het jou geholpen als je dit van iemand had gehoord bijvoorbeeld? Jawel. Ja, want ik heb altijd het gevoel dat mensen die Everest beklimmen, er gaat nooit iets fout met ze. Of misschien gaat er iets fout, maar ze kunnen er wel tegen of zo. Ik heb het gevoel dat een beetje de persoonlijkheid is die de berg op gaat. En ik heb niet heel veel gehoord over dingen die fout gaan, behalve mensen die zijn overleden. Ja, ik had het graag wel willen weten dat dat een optie was geweest, ja. Ja. Daphne kiest ervoor om haar verhaal te doen, omdat ze hoopt dat ze andere mensen met haar verhaal kan inspireren en informeren. Zou je het ooit nog een keer doen? Ik heb er vandaag over nagedacht. Want toen ik net klaar was, dacht ik nooit meer. Ik wil niks meer van Everest weten. En nu denk ik, goh, ik mis het zo erg. Ja, het is heel raar. Het heeft toch wel ook wel een hele bijzondere indruk achtergelaten. En tot het moment dat ik ziek werd, heb ik het ontzettend naar mijn zin gehad. En ja, het was echt mijn ultieme droom. Het is gewoon heel bijzonder om jezelf te kunnen pushen en kijken hoe ver je kan komen. Op een of andere manier vond ik het heel logisch toen ik ervoor koos om het te doen. Ja. En nu, hoe kijk je terug? Want jij hebt die droom. Ja. Heel eerlijk, ik zou misschien niet aanraden aan andere mensen. Tenzij ze er echt mentaal op zijn voorbereid. Ik zou niet zeggen, goh, je houdt van klimmen, dus ga Everest beklimmen. Dat zou ik niet snel zeggen, nee. Het is iets waar je niet alleen fysiek, maar ook mentaal erg klaar voor moet zijn. En ik weet niet of ik het mijn beste vrienden zou aanraden. Nee. En ik denk dat er andere dingen zijn, misschien waarbij je fysiek die uitdaging kan zoeken, zonder de mentale last. En het was toch wel heftig. Ja. Een paar dagen later voelt Daphne zich al veel beter en heeft ze ook alweer gesurfd en hard gelopen. Ze is vastberaden om haar dromen te blijven najagen en haar missie voort te zetten. Want ook de buitensport zou volgens haar toegankelijker moeten worden voor vrouwen. Er waren niet veel vrouwen. Ik heb toen één vrouw leren kennen, daar meteen hele goede vrienden mee geworden. En ik vind het ook ontzettend leuk om hele stoere vrouwen daar op de berg te zien en gewoon voor te gaan. En ik denk dat dat over de tijd wel gaat veranderen.
Maar dat gaat gewoon even duren. Zelfs toen ik gear aan het kopen was, heel veel expeditiegear was niet beschikbaar voor vrouwen. Of moest op maat gemaakt worden. En het duurde allemaal langer, kostte meer. Er zijn heel veel nadelen daaraan. Aan de andere kant, er is heel veel ruimte voor innovatie en voor groei. En dat is ontzettend leuk om daar onderdeel van uit te maken. Daphne vindt het opmerkelijk dat er bij de interviews die ze heeft gegeven nogal werd gefocust op het geld dat ze moest betalen voor Everest. Naast dat de trip van 2,5 maand nou eenmaal duur is, een goede Sherpa kost al 15.000 euro en een licentie zo'n 10.000 euro, werd ze gesponsord door een Vins horlogemerk. En heeft ze er hard voor gewerkt. Ik vind het jammer als wordt afgevraagd of ik alles zelf heb gedaan bijvoorbeeld, wat wel zo is. En ja, ik vraag me af of een man hetzelfde zou worden gevraagd. Of dat mensen dezelfde aannames zouden hebben bij een man die precies hetzelfde doet eigenlijk. En dat, ja, dat vind ik jammer. En dat zou niet echt moeten in de 21ste eeuw. Ik denk ook wel dat we daar samen verandering in kunnen brengen. Ja. En nou blijf je even thuis, hè? Nu blijf ik even thuis. Even, niet te lang. Een week en dan ga ik weer naar Californië. En even geen bergen beklimmen. Nou ja, ik had gisteren weer een gesprek. Ik zit erover na te denken om misschien toch nog een paar bergen te beklimmen.